We zijn weer met een nieuwe dag aanbeland. Het is vandaag zaterdag en het is nu 11:57 om precies te zijn. En ik ben nu onderweg naar Muiden om even wat op te halen. En ja, als je in de auto zit moet je ook opletten vanzelf. Dat is ook wat ik dus nu aan het doen ben. Dat als ik naar een andere baan toe ga, dat er niet een andere naar mij toe komt, zeg maar. Dat is ook erg handig. Dus, en hoe gaat het met mij? Ja, wat ik eigenlijk gisteren zei en Rode ging er een beetje doorheen. Naar mijn idee, naar mijn gevoel. Maar als dat niet zo is, ja, jullie kunnen niet zoveel meer reageren. Jullie hebben dat video gezien dat Ro en ik uit kan gaan. Ja. Dat ik dus een nieuwe vriend had. Ik heb hem niet bij naam toenaam genoemd. Maar jullie hebben hem al wel een paar keer gezien, want het is een vrachtwagenchauffeur. Dus ja. En houden van is er nog steeds. Ik mis hem nog steeds. Heb ik hem ook gezegd. Alleen hij heeft ook nog steeds gevoelens voor zijn ex. Dus ja, en gevoelens kan je ook niet wegstoppen. Dus ja, het is even kut. Het is zwaar kut. Want dan denk je van, hé, er gaat iemand echt voor je. Want hij heeft altijd continu gezegd van, ik neem zoals je bent. Maar toen wisten we allebei niet en dat ik zwanger was. Maar ja, ik snap hem ook wel weer qua leeftijd. Maar leeftijd is maar weer een getal, zo denk ik maar weer. Maar dat is weer mijn redenering. En ja. En ik weet dat hij mij blijft volgen, dus hij ziet mij nu ook wel. En ik wil zoveel vertellen en zoveel zeggen en weet je, gewoon zoveel. En nu wil ik ook het liefst mijn gaspedaal intrappen. Het liefst. Maar ik doe het niet, want ik heb gewoon met hem een afspraak om dat niet te doen. Want ik moet ook om die kleine denken in mijn buik. En Janko onderdraaien is ook niet slim. I know, ik weet het. Maar Rodi wil me heel graag terug. En die wil heel graag dan nu bij me slapen. In één keer. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar ik heb zoiets van, zolang ik nu nog gevoelens heb voor Ed. Om het zo maar te zeggen. Ik zal niet zijn hele naam zeggen, maar gewoon Ed. Ik kan ook niet mijn gevoelens wegstoppen voor hem. En dat ga ik ook niet doen. Dat ga ik gewoon echt niet doen. Ik ga nou een tunnel in trouwens. Voor de mensen die denken van, nee, het wordt donker. Ja, kom maar. Met je Volkswagen, doe maar. Ja, maar kan ik weer terug. Ja, ik stop even met praten, want het is donker, dus. Nee, maar dat zeg ik. Ik ga mijn gevoelens niet wegstoppen. Het is er. Ik kan er ook niks aan doen. En ik kan wel zeggen, joh, ik ga de strijd aan. En met zijn huidige vriendin nu, maar dat ga ik ook niet doen. Het liefst dan sta ik voor de deur van, oké, waarom? Het liefst dan sta ik voor zijn deur van, oké, neem me terug. Alsjeblieft, want ik heb ook fucking gevoelens voor je. Sorry voor mijn taalgebruik, maar dat werkt niet. Ik weet het. Maar het gaat wel door mijn kop heen. En wat in mijn kop zit, kan ik niet veranderen. Het is gewoon zo. Ja, en het is een beetje lekker zielig elkaar in. Maar het is wel zo zoals het is. We kunnen ze allemaal wel weer zeggen, het is hormonen. Maar dat is ook niet altijd zo. Dit is gewoon puur. Dat ik ook weer weet van, hé, wat is verliefdheid?
dit heb ik zo lang niet meer gevoeld. Ook voor Ro niet. En nu heb je dat gewoon weer wel. En dan denk ik van, hoe dan? Waarom heb ik dan nu wel dat gevoel? Omdat iemand mij dat weer heeft kunnen voelen, laten voelen. En wat verliefdheid is. En het liefst wil ik hem echt gewoon voor... Ook al zal ik zijn en zijn partner gewoon ontmoeten kopen bijvoorbeeld. Maar ik wil hem zo graag terug. Maar ik weet dat hij weer voor haar gaat. En het is zo'n rollercoaster in mijn kop. En daar kan niemand mij bij helpen, alleen mezelf. Dat weet ik ook wel. Maar mijn hoofd, dat zeg ik. Het liefst dan... Ja... En dan zijn we wel goed uit elkaar gegaan. En zo wil ik het ook houden, gewoon als vrienden. Maar... Man! Waarom is die verliefdheid dan zo... fucking sterker dan in principe vriendschap, zeg maar, in mijn hoofd? En dat is het probleem. Bij mij. Op dit moment denk ik van, ja, weet je... zo gewoon niet eerlijk. Als je iets moet afwegen. Even lekker op je eigen baan of zo. Mevrouw, dank u wel. Nee, maar als je iets moet afwegen. Suiker en rooi of zo, bijvoorbeeld. En je wil iets graag hebben. Ja, ik weet niet hoe ik moet gaan vergelijken, echt niet. Ik doe het nou met suiker en hooi. Mm-hmm. Nee, maar dat zeg ik, als je iets moet afwegen, vriendschap en verliefdheid. En ja, en die verliefdheid is 1000 maal groter dan vriendschap, het gevoel. Ik probeer het iedere keer weg te stoppen. Maar als ik zijn foto ga zien... gewoon en met mij of zo. Of dan heb ik ook echt iets van, hallo, waarom kunnen we niet op onze eigen baan blijven? Moeilijk, hè? Ja. Knipperlicht is ook moeilijk. Nee, maar dat zeg ik. Het is zo gewoon niet eerlijk. En dan heb ik echt iets van, oké, weet je, wat ik ook al zei, ik ben totaal niet boos. Ik ben soms nog boos op mezelf. Van oké, waarom lukt al mijn fucking relaties niet? Ik heb al zoveel gehad. Het langste is eigenlijk nu met Ro. Alleen ik voel niks meer voor Ro. Hoe graag hij het zou willen. Maar ik voel niks. Niet wat ik voor Ed voel. En dan denk ik van, waarom lukt het iedere keer niet? Ja, ik wil graag bij hem zijn. Ja, misschien is het te veel, I know. Maar, waar, dat zeg ik, ik kan het ook niet helpen. Maar ja, dat is weer mijn ding. Het is mijn probleem. Maar ja, ik moet het gewoon kwijt. En ik hou zo fucking veel van hem. Is echt met geen pen te beschrijven. Echt niet. Als iemand mijn gevoel kon uitschakelen voor hem, graag. Dat kan niet. Ik kan mijn gevoel gewoon niet gaan uitschakelen. Gaat niet. Zou ik het willen? Nou ja. Ja, het gaat gewoon niet. Wat die jongen in mij los heeft gemaakt. Echt. Respect. In die korte tijd. En dan denk ik ook weer van, waarom heb je dat weer losgemaakt? Waarom? Want
Ergens hield je van me. Ergens. Ik snap, ja. Ik wil het heel graag begrijpen. Maar ja, dan heb ik ook weer zoiets van... Het is ergens ook je ex. En ik ben ook weer zijn ex. En dat wil ik dan heel graag begrijpen, maar ik kan het niet begrijpen. Ik wil het begrijpen. Waarom? Er gaan zoveel vraagstukken nog door me heen. Ik wil zo graag ook het woord hebben. Maar ik weet niet hoe. Want als ik tegenover je zit en ik wil praten, klap ik dicht. Ik heb nou zo nog zoveel vragen. En als ik in de auto zit, ja, dan ga ik janken. Als ik thuis zit, ik kan niet alleen thuis zitten. Ik word gek. Bij jou kon ik het wel. En of ik het rare. Maar oké, ik ga lekker nu even naar Muiden. Jullie zien me straks. Dit is een hele lange intro. Ik weet, vanaf Amsterdam nu bij Amsterdam. Over Amstel. Ja, helemaal goed. En ik blijf gewoon mijn locatie sturen via... Wat is het? Ook al ga je het niet zien, maakt me geen reet uit. Ook al zie je het wel. Ik vind het gewoon fijn. Dus dat. I love you. Nog steeds. Te groot van mij, bescheid. Wat een kast van een huis hier. Staat hier niet aangegeven dat het hier een fietspad is? Nee. Echt totaal niet.
weer achter mij komen, jongen. Ik heb weer een gratis boksleutel bij. Dag. Ging het maar even. Die boksleutel en dat maakt me weer die in die boksen, dat maakt me echt niet uit. Het gaat me om die bokskleed. Zo, en dan gaan we naar Hair Together. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Nee, helaas. Ja, dat dus. Maar nee, helaas, pindakaas. Maar ik maak wel altijd reclame voor hem. En daar is hij altijd heel blij mee als ik dat doe. Hey. Ik doe mijn ding, ja. Vertrouw hem eens een keer. Hij, en hij is echt heel rustig en chill. Wie, ik of hij? Hè? Huh? Ik of hij? Jij? Nou, je zit in de kapstoel, schat.
Nee. Ja, is goed voor je. Hoe lang geleden is het gepiept? Heel lang geleden. Vorig jaar of zo. Vorig jaar. Kijk, het is zo mooi, beter. Ja, jullie zagen dus net in dat Rodus in de kapstoel zat. En jullie hebben de before gezien, maar nu the after. Ja, daar komt hij. Hele verandering. Heel veel beter. Even onwennig, zeg maar. Ja. Vanwege dat lawaaiapparaat van hem. Ja. Maar hij was wel heel rustig. Ja. En je snor is bijgewerkt, je wenkbrauwen zijn bijgewerkt. Ja, alles bijgewerkt. Ja, bijgewerkt. Dus, en wat wil je zeggen over Hair Together? Top. Mooi zo. Ook als je de kappers niet leuk vindt, kan je hier naartoe gaan. Dan is het minder erg, zeg maar. Dan staan we hier. Ja. En Rodi had dus... We hadden dus eerst een goed idee om die stoel naar voren te kleuren. Deze. Maar toen deden we hem dus naar achteren. Maar... Deze bank moet even een stuk... Even... Nou... Daar, hoppa. Ja. Oké. Okay. En nou kan dat ding dus weer. hoe blijf je bezig, Ro? En nou moet allemaal waarschijnlijk in die hoofdsteun eraf. Lijkt me een hele goeie. Nu wel. Nou, hallo, hier. Kom hier met, alsjeblieft, die camera. Film mij. Ik ga jou filmen. Hoe jij dat eraf haalt. Met je hoofdsteun. Ja, dat is een hele goeie. Krijg je niet. Of wel? Omhoog wel, naar beneden. Huh? En alles toch naar voren zetten. Nee, is goed zo. Prima. Best. Oh, oké. Okay. Hoppa. Die zo. Wat hebben we hier? Die zo. Ben ik blij dat ik deze heb. Ja. Nog, in de auto. En dan jij nog en met je opmerking. Moet je er niet vanaf halen? Nee. Nog even niet. Oké. Okay. Jij hebt ook een mail van mij gekregen over dit. Ik heb een mail doorgestuurd. Ja. We hebben dus wat besteld en bij de IKEA's hier, bij de blauwe winkel. Welkom, welkom, welkom. Nou, de code gaat er al even invoeren. Dat hoeven jullie even niet te zien. Ook al wordt die altijd wel weer anders. Klaar om geopend te worden. Ja. Check. Klik. Ik hoor wat. Zo. Het karretje dan al. Zo, oké. Okay. Hey. Netjes, hé. Hoe dan? Heel netjes, maar... Kijk uit voor je hoofd. Ja, je kan omhoog. Dit is heel netjes, hé. Laat maar even openstaan. Die karretje weer terug. Nee. Die karretje moet je waarschijnlijk daar neerknallen. Deze kant. Stop. Dit is één van twee. Dit is mijn kast. 1 plus 2, dat is deze. Eén van. Wacht, Joris, dit zo draaien. Gaat het doen? Ik doe het heel erg. Hij moet eerst alvast even gaan liggen, anders komt hij er niet. Ga hem liggen. Nou, dat was mijn eigen. Ja. Je moet liggen. Hoe krijg je die hoofdstem eraf? Eens even kijken. Die even hier naartoe. Kan je hem nu proberen eerst hier overheen te krijgen? Want daarna wil ik hem hier proberen.
Ja, en dan nu even uitkijken. Nee, hier tussen wil ik hem. Om hier zo meteen tussen zien te krijgen. Nee, want hij zit nu in. Nee, want ik krijg het nou niet dicht. Een stukje naar jou. Die zit daar. Ja. Dat is goed. Ja. Deze valt er een beetje mee. Nou, ik denk niet. Even kijken. Ja jongens, we zitten eventjes aan te prakken. Denk wat handig is nu. Is toch nog wel een beetje heavy. Nee, ik denk weer dat die stoel naar boven. Nee. Ik zie het al. Even eroverheen. Deze. Denk ik. Ik weet het niet zeker, maar we gaan het gewoon proberen. Wat wil je gaan? Ja, dus deze weer even een beetje de... naar achteren. Ja, naar jou toe. Overheen. Ja. Ja, naar mij toe. En naar beneden. Hoop ik. Ik weet niet eens of het lukt, maar... En naar mij toe duwen. Ja, dat weet ik, Ro. I know. Maar ik probeer alleen even iets. Meer niet. Probeer alleen iets. Ja. Ja, oké, next. Ik denk, nou dat gaat wel passen. Nope, nee, daar. Nee, daar. Gewoon eventjes op en op de... Eén, twee. Dat gaat hem niet worden wat ik wou. Ik denk, oh, dat heb ik wel. Opletten. Samen, niet alleen ook, maar samen. Dan denk je, weet je, dat, en dat gaat wel passen in je auto. Nope. niet dus. Nee, maar daarvoor heb ik ook een hele lieve buurman met zijn grote dikke vette BMW. Uh-huh. Dat als hij aankomt, dan kun jij gelijk even die code invoeren zometeen. Ja. Ook leuk dit. Ja. Ja, dat dus. Eventjes door mijn hormonen. Dit is echt gewoon hormonen. Want normaal, dan schat ik het altijd heel goed in. Ja, maar je vergeet dingen. Dingen die je al een standaard zo hup doet. Doe je van nou dat, doe je het maar half of zo. Je vergeet iets. Dus ja. Dus dit hoort daar dan ook bij, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja. Die deur dicht doen bijvoorbeeld. Huh? Die deur dicht doen bijvoorbeeld. Ja, ach ja joh. Wel ja, joh. Hi. Dan geen hi. Zal ik wat voor je doen, de deur dicht doen? Ga jij die en die deur maar dicht doen? Helemaal goed. Ja, ach ja. Shit happens. Gaat goed zo. Ja, hey, hallo, dan moet je het wel goed doen, hè? Nee, dan moet je het wel goed doen. Die was niet echt geloofwaardig. Dan moet je wel eventjes dat dingetje zien te pakken. Dat dan dat je hem een beetje dicht mee kan doen of zo. Yeah.
die vindt het heel leuk om daar te gaan liggen. Ja. Maar ik heb hier, zoals jullie kunnen zien, hoppa, 1 plus 2. Ja, dit is 1. En dan heb ik daar, die is een beetje omgekeerd, maar hé, dat maakt niet uit. Dat is van 2. Dus ik ga deze proberen zo even in elkaar te gaan zetten. Ja, en wat het wordt, dat gaan jullie zo meteen allemaal lekker zien. Echt wel. Daar lig ik dan in bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.